Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video op mijn kanaal. Mijn naam is Manon en je kijkt deze week naar een weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb me al helemaal klaargemaakt, want ik ga zo met Marcia naar Tilburg. Gaan we lekker wat lunchen en waarschijnlijk ook een rondje lopen door de stad natuurlijk. Het is deze week best wel een drukke week. Ik heb deze week nog vakantie en dan volgende week dinsdag begin ik bij mijn nieuwe baan. En ja, dus ik dacht ik ga deze week nog even een weekvlog filmen, want vanaf volgende week ga ik alleen maar losse video's uploaden denk ik, of dagvlogs. Dus ja, heb je zin in deze video? Doe vast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou het heel erg leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. En dan gaan we beginnen met deze weekvlog. Outfit van vandaag is deze trui is van H&M. En ik heb deze broek aan van de Bershka. En ik neem ook dit superleuke tasje mee met studs en een kettingje eraan. Deze is van Stradivarius. En ja, verder niet heel bijzonder. Ik doe mijn Nike Air Force eronder. En ik doe even een leren jasje aan, want het wordt niet zo lekker weer helaas. Ik ga nu even mijn spullen pakken en dan ga ik. Hallo, ik ben Manon Jans en welkom bij mijn vlog. We zijn onderweg... Je moet wel hier kijken. Oh god, wow, ik lijk oranje hierin. We zijn onderweg naar? We zijn onderweg naar Tilburg. En nou kap ik hier weer, dit is niet mijn ding. Ja, dat hoor je niet. 2:15 en wij gaan aan de baan. Cheers! Cheers! Zeker. Nou, wijntjes, lekker hapjes en een marsa, wat wil je nog meer? Helemaal niks. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is ongeveer 9:45. En ik had gisteren niet meer gefilmd, want ja, ik had toch niet heel veel gedaan. Ik heb gisteren nog deze top gekocht van de H&M. Superleuk. Hij valt cropped. Ik zal even laten zien. Zo. En hij heeft dan hier van dat stretch. Hij heeft van die pofmouwen. En hij valt, zeg maar, vierkant. Je kan hem ook volgens mij off-shoulder dragen, ook wel leuk. Ja, ik had gisteren eigenlijk niet veel meer gedaan. Maar ja, ik ben al helemaal ready. Ik ga een Bershka shoplog opnemen, superleuk. Dus abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt, om die zeker niet te missen. Hij komt denk ik deze week of volgende week online, durf ik nog eigenlijk niet te zeggen. Verder wat ik ga doen is vanmiddag even naar mijn oude werk, want ik moet mijn kleren inleveren. En ik ga even naar de Blokker, want ze hebben daar een rijststomer. En die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben, want ja, wij eten geen rijst uit de pan. Dus ja. En verder misschien een beetje content maken met deze top. Als het een beetje lekker weer is, dan kan ik buiten even wat foto's maken. Morgen is echt wel heel spannend eigenlijk, want ik moet morgen mijn eerste vaccinatieprik halen. Ik kreeg van de week de uitnodiging binnen en toen dacht ik van waarom al zo snel? Maar ja, vanwege mijn luchtwegen en zo moet ik dat gewoon nu al halen. Dus ik ben morgen al aan de beurt. Heel spannend, maar ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik weet niet, ik vind het wel spannend. Maar goed, ik ga nu heel even mijn nagellak eraf halen, want ja, dit kan dus echt niet op de video. En dan zien jullie mij straks weer. Hallo guys, ik ben alweer een tijdje thuis. En ik heb deze nog van mijn werk gekregen, echt super lief. Ik vind het toch wel raar dat ik na 5,5 jaar daar ongeveer daar niet meer werk. Maar goed, ik wilde jullie nog even de rijstomen laten zien. Dus dat ga ik heel even doen. Kijk, dit is hem. Het is niet een hele grote, maar dit is genoeg zeg maar voor 2 personen of zo. Dus ik vind deze echt wel heel fijn om te hebben. En deze was ook maar 20 euro bij de Blokker. Ik ga nu heel even nog de shoplog bewerken. En misschien dat ik hem al wel voor een deel afkrijg. En daarna ga ik even wat vlogjes kijken, want er zijn weer een heleboel online. Heaven, oh my god, zo lekker. Yum. Het is... Hoe laat is het? 9:50. En deze meid gaat lekker naar bed. Ik heb morgen mijn vaccinatie. En ik vind het toch wel heel spannend. Want ja, ik weet niet. Ik hoor zoveel verhalen en zo daarover. Van dat mensen ziek worden. Expres dus ook niks meer gepland daarna. Want ik hoop dus niet dat ik daar ziek van word. Of ja, dus slecht op gaan reageren. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en dan ga ik lekker slapen. Dus jullie zien me morgen weer. Het is vandaag woensdag. En ik ben al een tijdje op. Ik heb me gedoucht, aangekleed, alles. Niet heel veel make-up opgedaan. Want ik ga zo mijn vaccinatieprik halen. Om 11:15 moeten we in Almkerk zijn. En ja, dan worden we geprikt.
veggie. Yay, we get vaccinated! Woo! Hallo allen, wij zijn aangekomen in Almkerk en wij lopen nu naar het verlaat waar we onze vaccinatieprik moeten halen. Maar er staat echt een mega lange rij buiten, dus we moeten echt best wel lang wachten, denk ik. Kijk jongens, hier begint de rij al niet normaal. Ah. Nou jongens, bij mij ging het helemaal goed. Bij jou ook? Ja. Top. Tot nu toe nergens last van, dus helemaal goed. En we gaan lekker naar huis nu. Hallo guys, ik ben weer thuis en gelukkig gaat alles gewoon prima. Ik heb een heel klein beetje spierpijn aan mijn arm, maar ja, dat is normaal. Ik heb hier twee pakketjes van de Bershka binnen. Die zal ik straks aan jullie laten zien. Ik ga eerst even wat eten. Inmiddels 2:30 en ik heb net even de keuken opgeruimd en ik heb even het huis gestofzuigd zoals je kon zien. En nu ben ik dus de Bershka shoplog aan het uploaden. En het duurt nog 18 minuten zoals je ziet. En ja, ik ga dus even al die links ook zoeken van de items en die ga ik dan inzetten en dan kan ik hem inplannen. Hallo, zoals je ziet heb ik dus zieke last van mijn eczeem. Maar ja, dat komt gewoon door de weersverandering. Ik kan daar zo slecht tegen ook. Want nu schijnt weer de zon. En daar straks viel het echt met bakken uit de hemel. Maar wat ik dus aan het doen ben, is een vlog kijken van Fleur op de tv. En ik ben voor inspiratie aan het kijken voor mijn nagels. Want ik laat vanavond mijn nagels doen. En ik zit echt al heel de tijd te zoeken op Pinterest van wat ik nou wil. Ik wil even niet standaard. Ik wil misschien wel pastelkleur. Kijk, dit vind ik dus echt super leuk. Deze kleurtjes. Maar ja, ik ben echt zo iemand die nooit kan kiezen. Want nu vind ik dit leuk en straks wil ik weer nude of wil ik weer rood of... Ja, ik ben echt heel slecht in keuzes maken wat nagels betreft. Maar ja, jullie gaan het straks zien. Ja, dit is echt een hele leuke kleurtje. She's back! En met mooie nagels. Oh my god. Oh, op beeld... Komt het alleen niet zo mooi over, zie ik. Maar ik ben echt super blij ermee. Dus dankjewel, Christina. Super leuk. Zoals altijd. En ze is super goed. Ze zit in Kaatsheuvel. Dus ik zal even haar Insta in de beschrijving zetten. Ik zal jullie de Sarah items. Bershka items laten zien. Want dat heb ik nog niet gedaan. En ik heb zulke leuke items besteld. En de shoplog is ook echt super leuk. Ja, ik had dus een paar dingen te klein besteld en die heb ik nu in de goede maat besteld. Maar de shoplog komt morgen online, dus druk even op het notificatiebelletje zodat je hem niet mist. En dan ga ik jullie nu de items laten zien. Oké, ik ben heel even naar de badkamer verhuisd. En als eerste heb ik dus een blazer uitgekozen. En dat is deze binnenblazer. Ik had die in de shoplog ook in het blauw. Maar ik dacht, ik vind deze ook wel heel gaaf. En deze heeft wel gewoon double breasted. Want hij heeft 4 knopen, zeg maar. Dus ja, en deze kleur, oh my god, echt geweldig. En ja, deze is een maat XS en deze is €40. Ja, dus deze. En dan heb ik nog een zak met daarin dit koeienprint topje. Die dus eigenlijk net iets te groot was. Deze zo, en hier zit ook zo'n veetje. En dat, ja, dit is gewoon een haltertop. Deze kun je gewoon ook niet met je BH aandragen. Of ja, nee, dat gaat gewoon niet. En ja, ik vond deze wel heel leuk ook. En hier staat geen prijs op, maar deze is in de maat XS. En dit is de code. Mocht je hem eens kennen. Hele leuke topje. Kijk die kleuren, oh mijn god. Love it. En hier aan de achterkant is het ook zeg maar open. En kun je hem hier zo... met van die touwtjes losmaken. En hij valt cropped. Die andere valt trouwens ook cropped. Ik hou daar wel van. En even kijken hoor.
Ik heb deze in een S, want XS ging niet aan bij mij of zo. Die was gewoon echt veel te klein. En dit is de code. En ja, de prijs, ik heb geen idee. En als laatste heb ik dus deze satijnen jurk. Amazing! Ja, dit is gewoon echt felroze kleur, moet je van houden natuurlijk. Maar ja, ik wil best snel bruin en ik denk dat dit echt super mooi is. En hij valt als een waterval. En verstelbare bandjes, wat ook ideaal is. En deze heb ik in een XS. En ja, dat is alles wat ik heb besteld eigenlijk. Ik ga nog heel even deze vlog alvast editen. Zo'n spierpijn aan mijn arm van die vaccinatie. Maar het was echt super druk trouwens daar. En we stonden gewoon buiten te wachten in een rij ook nog. Maar ja, het ging redelijk vlot. En toen had ik die prik gehad en toen moest ik een kwartiertje gaan zitten. Want je moet even kijken hoe je erop reageert natuurlijk. Eigenlijk niet heel spannend. Maar volgende maand moet ik mijn tweede prik halen. Dus ja, stelt eigenlijk niet zoveel voor. Maar je kan er wel ziek van worden. Maar ik heb nog niemand gehoord die eigenlijk van dit vaccin ziek is geworden. Dus ja, ik weet het niet. We gaan het zien. Worden we wel ziek? Ja, dan worden we wel ziek. Ja, ik weet het ook niet. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt, eerlijk gezegd. Echt een goed verhaal ook dit. Oh mijn god. Ik ga even editen, jongens. Good morning, guys. Het is vandaag donderdag. En ik ga zo mijn oma ophalen samen met mijn broertje. Want wij gaan lunchen bij Duinrand. Super veel zin in. Het is lekker weer. Kijk, oh my god. Lekker zonnetje. Dus ja, wij gaan zo vertrekken. Ik heb trouwens een nieuwe bril. Zonnebril van Shein. Kijk, het is deze bril. Yes! Sun ready! En hij heeft hier ook van het goud aan de zijkant. Dus I'm ready for the tan. Let's go! Lekker, oma! Oh, maar die schiet wel uit. En een uitsmijter voor jou. En ik heb een sandwich met zalm en tonijn. Smakelijk, oma! Dank je, jullie ook! Ja, mama. Ja, maar door. Hi. 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 Lig je lekker? Oh. Dat is jouw duckface. Vrijdag en ik heb eigenlijk nog niet heel veel gefilmd vandaag. Het is bijna 5:30 en ik ga heel even mijn make-up doen. Want ik ga na het eten naar Marloes. En dan ga ik lekker een avondje gewoon gezellig kletsen. En gezellig een drankje doen en borrelhapjes. Dus ja, gewoon een gezellig avondje. Dus ja, ik ga even mijn make-up doen. En dan ga ik even eten hier en dan ga ik na het eten weg.